In onze rubriek Nieuwe aanwinsten voor RKFC A-ploeg 2020-2021 staat naast mij Gert-Jan Martens. Vertel. Ja, ik heb zo net een 2-jarig contract ondertekend bij Knokke en ik ben heel blij uiteraard om hier te zijn. Dezelfde vraag komt natuurlijk telkens terug. Waarom gekozen voor Knokke? Omdat ik heel veel positieve commentaren hoor over de club, over de, ik zal zeggen, een beetje de familiale toestand hier binnen de club. Ik ken Christophe ook al een heel tijdje. Er waren al een paar keer contacten geweest, maar is er niet toe gekomen. En nu was het een ideaal moment om eindelijk ook wel een beetje dichter bij huis te komen voetballen ook. Mensen zijn natuurlijk ook altijd geïnteresseerd in het palmarès. Waar heb jij al overal tegen die bal getrapt? Ik ben begonnen in Ronse. Ik zou beginnen misschien met de jeugdclub en Gent gedaan. Dan in tweede klasse bij Ronse. Dan Oostende, Union, Antwerp, Tubeke. En dan RWDM, Aalst en nu bij Knokke terechtgekomen. Je weet of je weet het niet, dan ga ik het jou vertellen. De ambitie bij Knokke is natuurlijk torenhoog, hè? Ja, dat speelde natuurlijk ook wel mee bij de onderhandeling. Ik bedoel, gewoon voetballen om te voetballen, denk dat niemand dat graag doet. Er moet toch altijd een gezonde ambitie zijn en die is hier duidelijk aanwezig. Dan gaan we mooi afsluiten met jou. Veel succes toe te wensen, Gert-Jan. Dank u wel en hopelijk tot binnenkort op het veld. Voilà. Dank u.